We beginnen. Nou, het is in zover, hè. Lunching en Voldobben, fijn dat je erbij bent. Radio Gletscher. We gaan weer 2 uurtjes praten over spiritualiteit, de nieuwe wereld en alles wat daarmee te maken heeft. En ja, Marlijn, hoe gaat het met je? Nou? Ik kan ook nog even neuren hier. Wat jij wil. Wat onze gast wordt heel blij van zijn zoon, onder andere. En menselijke interactie. En reizen en eten en koken en rijden over losliggende klinkers. Blote voeten in het zand of het gras. En fluitende of neuriënde mensen. Dit klinkt als Björne Willemsen, zou je zeggen. Ja. Ja, ik denk, wat gaat hij dat doen, joh? Ja, ik sta ook een beetje te kijken van, waar gaan we nou heen met het programma? Maar we hebben ook inderdaad een gast, die is weer aangeschoven. Dat is Björne Willemsen. Björne, welkom in de show. Dankjewel. Ik was heel erg verrast, want ik keek in de bus vanmorgen. Toen zag ik een fantastisch magazine, We Are Pioneers. En jij bent daar de initiatiefnemer van. Ja. Daar gaan we lekker uitgebreid over hebben vandaag. Maar ja, ik vroeg het wel aan jou, Marlijn, maar ik wil het ook bij jou weten, Björne. Hoe zit je erbij? Ja, ik zit er wel lekker bij, moet ik zeggen. ik doe veel vanuit deze stoel, met name naar buiten treden, zeg maar, op Instagram vooral. En dus dit is mijn favoriete hoekje in het huis, zeg maar. Ik heb een kop warme choco shake. Ja, ik ben benieuwd wat jullie op me af gaan gooien. En ik probeer een beetje te duiken en te bukken en we zien wel. Heel goed. Nou, wij hebben als slogan hoger bewustzijn, diepere radio. Dus daar gaat het een beetje naartoe. En de verdieping heb jij ook wel duidelijk gezocht met jouw magazine. We Are Pioneers. Ik ben nu al fan. Ik heb het net een half uurtje in mijn handen, maar ik ben nu al fan. Mooi. Kun jij vertellen in het kort, want je bent naast dat je ondernemer bent, heb je ook heel veel andere dingen gedaan. Kun je daar iets over vertellen voor de luisteraar? Ja, ik ben dingen in het leven, croupier geweest, hoofdopleiding in het tafelspelen in Nijmegen bij het casino, Holland Casino. En ik besefte, ja, dit is niet met wat ik, hier word ik niet gelukkig van en hier ben ik ook niet gelukkig en ik wil andere dingen doen. En het liefste wilde ik gaan acteren. Maar ja, dat is niet heel erg realistisch volgens mij. Toen ik 6, 7, 38 was ik of zo. Om dan acteur te gaan worden. Maar ik dacht, ja, fuck it. Dat gaan we gewoon doen. Dus ik heb mijn baan opgezegd. En ik ben gaan acteren. Ik heb een theatergroep gezocht in de buurt. Een amateurtheater. En ik kon best wel snel wat dingetjes op televisie doen. Bij Willem Wever. En dan heb je wat dingen gedaan. Dan kun je een klein showreeltje maken. En met dat showreeltje kun je dan weer andere dingen proberen te... opdrachten binnen te krijgen en zo. En zo ben ik langzamerhand gaan acteren. En dat heb ik een flink wat jaar gedaan. Ook trainingsacteren daarnaast. Af en toe wat trainingen geven. En toen besefte ik, ik wil eigenlijk meer doen dan alleen maar acteren. Want je bent altijd afhankelijk van of mensen jou in gaan huren. En ik heb ik had gewoon veel ideeën in mijn hoofd wat ik uit wilde werken. En gek van film en korte films en series.
Dus ik heb ook zelf ook aan films gaan maken. Dus toen ben ik gaan produceren en gaan regisseren. En ja, dus ik zie mezelf al als mediamaker. En nou, toen kwam dat hele spul wat nu speelt, zeg maar. Waardoor eigenlijk al mijn werk wegviel. En met name mijn core inkomen was echt wel het trainingsacteren op dat moment. En daarnaast vanuit mijn passie en vanuit mijn gevoel dat ik moet creëren, ik wil creëren, maakte ik korte films. Maar dat viel allemaal weg. En toen wilde ik eigenlijk zoekende naar iets wat ik dan wel kon gaan doen. Nou, toen uiteindelijk, ik had een ideetje van die wordplay met het We Are Pi, dat logo. En ik heb een oproep gedaan op Instagram. En daar reageerden twee mensen op. En met die drie mensen, met z'n drietjes dus. Toen riep een van die twee, hebben we een vergaderd, zeg maar. En toen zei een van die twee, we kunnen ook een magazine maken. Ik zei, nou, daar ben ik wel voor. Dus toen zijn we een magazine gaan maken. Super. Ja. Ja, ze springen een beetje uit de grond. Hè. We hebben natuurlijk al gezond verstand. We hebben de andere krant. Ook andere media zoals Blackbox zie je nu verschijnen. En kanaal die wat langer bestonden, bijvoorbeeld Café Welsmatch. Maar jij bent heel erg bezig met de nieuwe wereld, hè? Ja, klopt. Ja, de zoals Gezond Verstand en Andere Krant en Onafhankelijke Pers Nederland. En we hebben bloedje genoemd bij een aantal van die kanalen. Dat is natuurlijk allemaal geschreven media, in ieder geval die drie die ik noemde. Maar dat is wel vooral media die bezig is met jongens, pas op, kijk uit, dit is wat eraan komt, gevaar en het nieuws brengen en de angsten eigenlijk voeden. En ja, wij voelden eigenlijk van dat mag anders. Kijk, er is genoeg wat op ons afkomt en ik zie wel dat het nog donkerder gaat worden, want ik noem het een beetje, het is donker buiten en wij willen dan het licht brengen. Het is donker buiten. Maar we mogen wel laten zien van hey, hoe mooi het straks gaat worden wanneer het weer het licht gaat worden. En met name ook dus de positiviteit brengen van jongens, hou vol, hou vertrouwen, het komt goed. Liefde overwint en dat is een van de drijfveren van het magazine, maar ook de mensen die al bezig zijn met de nieuwe wereld. Dus die al zeggen van oké, jongens, ik bouw al aan een ecodorp of ik bouw aan een, noem maar op, een nieuwe school. Voeding, alles wat eigenlijk alles wat we nu in de wereld hebben, kan op een mooiere, betere manier, zodat het uiteindelijk beter is voor de mensheid en dus voor onze kinderen en onze kleinkinderen. En die mensen willen we laten zien. Die initiatieven. Gaaf. Ik heb hierbij, ja, wil je iets vragen, Marlijn? Of mag jij ook wel eens door? Okay. Ik heb het magazine hier dus en ik zit even in te bladeren. Ik vond het ook, dit is de eerste die uit is gekomen, hè? Klopt. Ik zie ook wat ik wel leuk vind, en dat is ook wel een beetje typerend voor de nieuwe tijd, denk ik, is dat je heel veel mensen samen tegelijkertijd een activiteit ziet doen. En dat we het weer samen gaan doen. Is dat ook een beetje de insteek geweest van we moeten mensen weer stimuleren om weer samen te komen en de schouders eronder? Ja, een van de dingen wat we met het magazine willen proberen te bereiken, is dat mensen gewoon gaan denken, maar wat kan ik doen? Wat is mijn stap hierin? En mensen aanzetten dus. Mensen zelf weer initiatief laten nemen. Niet afwachten tot iemand of wat dan ook ons komt redden of ons komt helpen. Nee, gewoon zelf gaan doen. En er staan heel veel mensen in die een fysiotherapeut die zijn eigen voedselbos aan het bouwen is. En dat zijn allemaal mensen die aan zijn komen waaien, die met liefde en passie aan het magazine werken. Dat zei je, dat noemen we dus de pioneers. Mm-hmm. De makers zijn pioneers, maar degene die het magazine lezen zijn ook pioneers, want ook die zullen allemaal onderdeel zijn van de nieuwe wereld. En ja, we willen dus mensen aanzetten. Dus zorgen dat mensen gewoon, nog een stap daarvoor. We belichten best wel veel thema's in het magazine. Het is niet één dingetje, maar het is echt eigenlijk alles wat ik net al zei. Alles wat speelt in de wereld kan mooier of beter of slimmer of groener. Dat is een goede term is. Wij hopen dat mensen van alles wat we lezen en denken, daarop ga ik aan. Dit is mijn ding waar ik, dit raakt mij. Dit is mijn ding waar ik iets op mag gaan doen of wil gaan doen. Ja. Zie je trouwens ook wat ik laatst ook dacht, hè? Want je hebt bij de media zie je dus, dat is inderdaad een soort van alarmerend middel van oké, jongens, er is iets aan de hand. Ik heb het idee dat jij meer in de hoek zit van oplossingen. Radio Gletscher zit er eigenlijk ook meer. Wij hebben ook het idee van, wij zijn ook nog niet zo groot, we zijn nog net begonnen, maar
dat bewustzijn, dat groeit. En mensen hebben eerst een soort trigger nodig. Gaan ze kijken wat er aan de hand is. En dan zien ze ellende. En dan vaak daarna gaan ze naar oplossingen toe. Ja. Dus wij zitten in die zin wel een beetje in dezelfde hoek, denk ik. Ja, we hebben natuurlijk vorige week of week ervoor een kort voorgesprekje gehad. En dan voelde ik ook wel dat we inderdaad wel dezelfde mindset erin hebben. Dezelfde richting in hebben. Oké, jongens, we mogen mensen ook wel initiatieven geven. En vertrouwen geven. En handreikingen doen. Maar jongens, dit mag dus zien, het mag dus donker zijn. Maar kijk eens wat er al aan de gang is. Wie er al aan het bouwen zijn. En waarop kun jij inhaken. En precies. Ja, vertrouwen geven. Ja. Hoe lang is het blad uit nu? Hij is, moet ik het goed zeggen, 19, 20, ja. Rond de 19e december, zeg maar, is die verschenen. En hebben jullie ook, want daar hebben wij ook nog wel een beetje moeite mee soms, om echt die pioniers te vinden? Of merk je nu al dat er heel veel meer opstaan de laatste tijd? Wij mogen blij zijn dat we best wel wat aandacht hebben gekregen van andere initiatieven die dan ons noemen in hun nieuwsbrief. Waardoor je wel, kijk, sommige initiatieven hebben echt wel best wel bereik. En we zijn bijvoorbeeld vermeld in een nieuwsbrief van Viruswaarheid. Ja, dat zijn wel mensen die al bewust zijn van wat er speelt en die ook behoefte hebben aan iets van positiviteit. Dus dat was wel heel goed, werkte goed voor ons. Daar kwam er veel spin-off van en veel bestelling voor het magazine. En ja, ik snap waar jullie ook zitten. Ja, hoe bereik je die mensen? Ja, ik denk toch dat we dan de oude kanalen moeten gebruiken, zoals internetmarketing en Facebook-marketing bijvoorbeeld. Facebook-Instagram-marketing. Google AdWords zou misschien ook wel kunnen gaan werken. Omdat je daar best wel redelijk kan targeten. En als je een aantal goede targets weet, zoals viruswaarheid of... ik zou dus ook houden geen andere kunnen noemen, maar in dat segment, zeg maar, dansscholen. In dat segment, dan kun je waarschijnlijk wel de mensen bereiken die jouw geluid horen. Ons geluid willen horen. Ja. Maar dit zijn de pionier, want dat woordspelletje hebben wij ook wel eens, Niels en ik. Je hebt de pioniers, dat zijn dan, voor ons zijn dat onze luisteraars eigenlijk. Maar je hebt ook de pioniers die echt iets zelf opzetten. Dus een blad opzetten of zo'n voedselbos. Die moet je ook weten te vinden. Ja, maar dat is... Ik ben wel... ik geloof daar wel in dat wat moet zijn, dat moet zijn of zo. Ook een soort van een kracht van aantrekking. Dat sinds ik mij uit ben gaan spreken, dat er echt wel mensen op mijn pad komen die mij... veel hebben gebracht daarin en goede connecties. En ik merk ook dat ik echt het afgelopen jaar, dat is bijzonder hoeveel mensen die zichtbaar durven zijn nu in deze tijd, zeg maar, dat ik die tot mijn netwerk heb kan die tot mijn netwerk zijn gaan behoren, zeg maar. Dat ik ze kan bellen en dat ze gewoon openstaan voor... Hey, ik wil een ingang bij die hebben. Ja, dat heb ik wel. Ik stuur je nummer wel. Dus dat ik wel bij die mensen kan komen. En er komen ook mensen op mijn pad die... Ja, toevalligheden, maar wat dus niet... Die bestaan niet, toevalligheden. Dus dat moet dat zo zijn. En ja, dan ben ik bij een event van Vrouwen voor Vrijheid. En dan spreek ik een man die al 25 jaar ecodorpen bouwt. Die ecologisch bouwt. En ja, die wil ook graag wel zijn verhaal doen in het magazine. Dus daar, nou, in de tweede editie komt daar een mooie artikel over. Maar zo komen steeds mensen op mijn pad. En op het pad van mijn medemakers. Ja, vooralsnog hebben we best wel veel content. En ik ben er niet bang dat we onvoldoende content zullen krijgen of zo. Maar het is ook een beetje waar je zelf in geïnteresseerd bent, denk ik wel. Want ik ben breed georiënteerd. Voeding, scholing, dat soort dingen. Ik vind al die vlakken wel interessant. En dan, als je dan ook ergens een balletje opgooit, dan komt er al snel weer een reactie van, die en die. En we hebben een oproep gedaan op onze website. Van oké, en in onze nieuwsbrief. Als jij content hebt voor ons, ja, laat het ons weten. En dan kunnen we kijken of er iets is voor ons. Dus ja. Hey. Valt hij weg? Hij is bevroren. Oké. Ja, het is echt een flink magazine geworden, kan ik je zeggen, hoor. Dus mooie plaatjes staan er ook in.
Het gaat echt van voedselbossen naar het alternatief staatsbestel tot keuzevrij bij mij. En ik zag ook de Florijn voorbij komen. Dat is een nieuwe munt die geïntroduceerd is. En ook wel leuk is die memes die er tussendoor zitten. Dat zijn van die korte... Even laten zien. Je moet het even voorlezen voor de luisteraar. Ja, dan kan ik het dus net... Ja. Voorlezen terwijl je het niet ziet. Dat is fantastisch altijd. Hè? Er staat, terwijl we proberen om onze kinderen alles over het leven te leren, leren onze kinderen ons waar het leven om draait. Nou, dat is mooi. Ja, dus als kinderen het al moeten vertellen, dan weet je hoe laat het is. Ik word er wel blij van, hoor, dat dit soort nieuwe initiatieven er allemaal zijn. En, Staan wij er ook in, Niels? Staan wij er ook in? Nou, dat is misschien wel een leuke vraag van spiritualiteit, want dat zie ik nog niet zo. Het is vooral de praktische veranderingen, zeg maar. Maar niet het onstoffelijke, zoals je het zou kunnen noemen. Oké. Dat kunnen we wel even vragen zo. Kijk, dat is leuk. Jij kunt ook horen, toch? Ik hoor wel iets, maar hij kan mij waarschijnlijk niet horen. Hallo, Björne. Ja, Niels. Hi. Ik begrijp dat het niet mogelijk is om bij ons in de uitzending te komen, dus daarom bellen we nu even. Ja. Je bent live in de uitzending. Oké, hoi. ik zit even te kijken. Marlijn, hoor jij Björne nu ook of hoor ik hem alleen? Ik hoor hem, ik hoor hem, maar hij hoort mij waarschijnlijk niet. Oké. Nou, we waren natuurlijk bezig met jouw magazine. En wat ik ook wel leuk vond, is dat er allemaal van die memes in staan, hè? Van die quotes bedoel je? Ja, precies, van die quotes. Dat is wel leuk gevonden. Ook met een mooie afbeelding erbij. Ja. Is dat iets wat jullie erin laten de komende tijd? Ja, sowieso. Ja, ik vind dat zelfs een van onze pijlers. Ik vind dat belangrijk, want die inspireren mij. Maar ik weet zeker dat ook de lezer zal inspireren, die quotes. Ik vind het zelf dat wel heel mooi, ja. Ja, en wij waren nog eventjes aan het filosoferen over het stukje spiritualiteit. Komt dat ook nog wat meer aan bod binnenkort? Ja, we hebben... ook dat is een van de punten die wij zelf ook interessant vinden. Het spirituele deel is in de eerste editie wel besproken in het artikel meer over het goddelijke plan. En we willen elke editie een artikel hebben over spiritualiteit. Gaaf. Dus dat is wat altijd wel weer terug zal blijven komen. Is het streven. Leuk, ja. leuk. Wat was voor jou het moment dat jij hiermee begon? Want ik wil toch even terug naar het moment. Het was altijd wel interessant wat jouw eigen motivatie is geweest. Hè? Wat kun je ons even mee naar terugnemen? Naar het moment dat je dacht van, nu moet er wat gebeuren. Als eerste dat ik me echt uit begon te spreken, dat was mijn zoon, ik heb een zoon van 18, toen 17, en die gaf aan dat hij het zwaar had. En we hadden tijd zitten praten en toen hij werd emotioneel. Nou, mij als vader raakte me dat natuurlijk, ik werd ook emotioneel. En toen ben ik gaan zitten de dag daarna en ik ben gaan schrijven. En in het verleden schreef ik echt wel, als ik iets ergens mee zat, schreef ik dat van me af. En zo ook nu. Dus ik ben gaan zitten en ik ben gaan schrijven. En ik had 18 kantjes, een soort van spoken word-achtige tekst geschreven. En daar moest ik iets mee voor mijn gevoel. En ik maak ook hartverzachters, heet dat. Dat is een gedicht op muziek met video. En ik voelde dat het zoiets moest gaan zijn, mocht gaan zijn. Dus ik ben een soort van hartverzachter gaan maken, maar dan langer. En met beelden, online beelden erbij gezocht. En daar ben ik een paar weken mee bezig geweest. En die heb ik online gegooid. En die werd goed opgepikt. En toen werd ik uitgenodigd bij Blackbox. En ja, dan gaat het helemaal het balletje rollen, zeg maar. Dus toen werd ik zichtbaar. Daarvoor had ik al dat ik geëmotioneerd was door een liedje van Lionel Richie. Toen ik op weg was naar het strand. En het liedje heet Love, Oh Love van Lionel Richie. En
die raakte mij zo. Die gaat over de kinderen. Dat de kinderen gewoon moeten kunnen spelen. En dat die in vrijheid mogen leven. En ik heb de auto aan zijn kant gezet. Ik heb iets opgenomen op beeld. Ik heb tegen de camera gepraat. En dat heb ik ook gelijk online gegooid. En ook dat werd behoorlijk opgepikt. Dus daardoor werd ik wat zichtbaarder. Dat mensen mij gingen volgen. En toen dat is eigenlijk wel het begin geweest. En naar aanleiding van de video heb ik meer, ik had die 18 kantjes geschreven. Dus ik heb meerdere van die teksten, stukken tekst daarvan heb ik video's voor gemaakt. En ja, zo is het eigenlijk begonnen. En dat is zo is begonnen. Ja, ik zie ook trouwens dat jullie ook een hele mooie mooi interview hebben met Nikos Fragiskatos. Ja. Dus zanger van, even kijken, welke band was het ook alweer? The Wanderer. Ja, The Wanderer inderdaad. Hoe ben je zo bij hem gekomen dan? Dat is een goeie. Ik ondertussen probeer ik even mijn beveiligingssleutel even in te voeren, dat ik straks toch weer zichtbaar ben. Ja. Ik had een uitnodiging gekregen om een avond door te brengen met een aantal dragende mannen, zo heette dat, die avond. Met onder andere Olaf Welle van Keuzevrij bij mij en Ferdinand van der Neut, die ook van Café Weltschmerz bekend is. En daar was Nikos ook bij. En dat was een hele bijzondere en mooie avond. En toen voelde ik ook zo, ik wil graag Nikos ook voor het eerste magazine hebben. Dus ik vroeg hem daarvoor en hij was enthousiast daarover. Dus zo is het eigenlijk begonnen. Dus toen heb ik zijn nummer gevraagd, we hebben afgesproken. En onze tweede meeting, dat we eigenlijk met elkaar spraken, was dus op zijn favoriete plekje Hei in de buurt van Hilversum. En daar hebben wij ons gesprek gehad. En eigenlijk is dat eigenlijk het hele gesprek wat je ziet in het Lezend magazine. Dat is dan het gesprek wat wij hebben gehad. En dat is bijna helemaal integraal in het magazine gekomen. Wauw, dat is wel bijzonder, hè? Want dan is het wel een heel bijzonder gesprek geweest. Want meestal wordt er dan wat aan geknipt en geplakt. Ja, dat is ook, het was ook een heel bijzonder gesprek. En dat voelden we allebei zo, dat het wel bijzonder was. Dus dat, ook toen ik het teruglas, ook nu ik het teruglees, denk ik van het is gewoon een mooi gesprek geweest. En dat, dat mogen andere mensen ook lezen en waarschijnlijk misschien ook hopelijk iets van oppikken. Wat ik wel mooi vind aan deze tijd, hè, is dat die echte gesprekken weer helemaal terugkomen. Want we waren volgens mij een beetje afgedwaald in een heel individualistisch tijdperk waarin we eigenlijk ARB weer... En daar ben ik weer. Zal ik de telefoon uitzetten nu dan? Ja, ik zet de telefoon ook uit. Dan is dat. Dan gaat hij niet komen. Super. Want we waren een beetje afgedwaald in een soort individualistisch tijdperk. Ik zal eventjes Nikos hier nog even omhoog houden, als ik het zo goed doe. Ja. En waarin we eigenlijk volgens mij een beetje zijn vergeten wat het betekent om als mensen weer echt in verbinding te zijn met elkaar. Hè? Echt elkaar opzoeken en de gesprekken over het leven te voeren. Ik bedoel, dat proberen wij met Radio Gletscher ook om die onderwerpen weer aan te raken die altijd een beetje, misschien voor heel veel mensen een beetje zwaar zijn misschien, maar ook wel die wel heel betekenisvol kunnen zijn. En, ik ben altijd gefascineerd om nog dieper te gaan en nog beter te begrijpen hoe dingen in elkaar zitten. Je wilt toch weten hoe dingen, je wilt toch weten in wat voor wereld je leeft. Snap je dat? Daar ben ik wel met je eens. Ik merk alleen dat de wereld is echt wel heel erg vluchtig geworden. En dat zie je natuurlijk ook met social media, met de telefoontjes en et cetera. Ik zie het ook aan de jeugd. Het is allemaal maar met dat scrollen. Dat is continu, het zit dat telefoontje tussen het gesprek in. En ik probeer ook hier, als ik hier thuis ben, gewoon de telefoon weg en contact te maken met elkaar. En Dat wordt eigenlijk de mensen niet meer geleerd om echte gesprekken te voeren. En wat ik het grappige vind van mijn eigen ontwikkeling is dat ik toen ik 20 jaar was en ging stappen met mijn vrienden, dat ik dan de dag erna, ik heb een leuke avond gehad en de dag erna lag ik dan 's ochtends in mijn bed en dan dacht ik van ik heb een hele leuke avond gehad, maar ik heb geen gesprek gevoerd. Mm. En hoe doen die mensen dat? Want ik zag dan mijn vrienden gesprekken voeren en ik liep een beetje tussen te klooien en grapjes te maken en een beetje te lollen. En dus ik heb altijd gevraagd, hoe doen die mensen dat, een gesprek voeren? En dat heb ik dus mogen leren gedurende mijn leven, zeg maar. En dat ik nu, ik besef ook en ik zie ook dat ik floreer veel beter één op één dan in een groep.
In de groep kom ik prima mee en ik ben een grappenmaker en noem maar op. Maar een een-op-een gesprek is veel vruchtbaarder. En dan kun je echt de diepe in samen. En dat is, ja, dan voel je echt dat je een connectie maakt in plaats van gezellig zijn, punt. Dat was het. Is dat ook waarom je bent gaan acteren? Om dat beter te begrijpen hoe mensen zich tot elkaar verhouden in gesprekken? Niet bewust. Nee, ik voelde gewoon iets. Ik wil gewoon acteren. Dat zat van kleins af aan al in eigenlijk. En toen ik dat al aangaf bij mijn ouders, dat was toen de eindmusical van de lagere school. Daar had ik een grote bijrol en ik ben op een bepaald moment ben ik gaan improviseren. En de hele zaal die moest daarom lachen. En mijn medespelers die wisten niet wat ik aan het doen was. Wat is hij dat aan het doen? En ik voelde helemaal, wow, dit is wat ik wil. En dan, wow, dat die zaal zo moest lachen. En dan voelde ik, oh, dit is tof. En ja, toen had ik ook, mijn oma en mijn tante zaten in de zaal. En die hadden, die gingen veel naar theater. En die hadden een advertentie gezien dat ze Siske de Rat gingen doen met Theater van het Oosten in Arnhem. En dus is het misschien iets voor jou. Dus ik heb gereageerd. Ik mocht auditie komen doen. Nou, dat vond ik fantastisch. Maar mijn ouders die vonden dat minder fantastisch, eigenlijk. Die zeiden vooral, ja, hoe moet het dan? Als je dan in Limburg moet optreden, dan moet je weer terug dag en naar school. Of naar Groningen. Dus ja, doemdenken, beren op de weg. Dat heb ik wel meegekregen vanaf mijn ouders heel erg. En misschien dat ik juist daarom nu ook wel echt tegen verzet. Want ja, niet doemdenken, dat slaat nergens op. Dat heeft geen nut. Maar daardoor heb ik wel besloten, oké, laat maar. Dus de dag van of de dag voordat ik auditie mocht doen, heb ik tegen mijn ouders gezegd, nou, bel maar af dan. En dus eigenlijk voelde dat altijd een beetje als een gemiste kans. En vanaf die tijd heb ik eigenlijk altijd al gehad, ja, ik wil eigenlijk wel acteren. Maar uiteindelijk is dit mijn weg geweest. Ik ben blij dat dit mijn weg is geweest. Want ik heb in die jaren dat ik niet geacteerd heb, zeg maar, heb ik wel heel veel dingen opgepikt die nu heel erg van belang zijn. Ja. Ja, mooie ontwikkeling. Ik moet ook even denken aan, we hadden het net over dat verbinden met elkaar. En je ziet ook steeds die nieuwe ontwikkelingen van bijvoorbeeld metaverse. Hè? Heb je er wel eens, van gehoord? Dat je dan in een nieuwe realiteit kunt stappen. Dat is ook voor heel veel jongeren wel heel spannend natuurlijk. Hè? Stappen we van deze oude moeilijke wereld waarin alles niet zo lekker loopt in een nieuwe wereld. En daar is het allemaal fantastisch. Ja. Maar wat je dan ook automatisch doet, is dat je dan nog verder verwijderd bent van jezelf. Hè? Dus dat zijn ook van die ontwikkelingen. Dat is dan weer een beetje dubbel, want metaverse is wel een nieuwe ontwikkeling. Dus ja, hoort dat bij de nieuwe wereld? Ja, maar ik denk dat het wel, het gaat erom, de nieuwe wereld is in mijn ogen de wereld waarbij we echt connecten, waarbij we echt verbinden, waarbij we als eerste met onszelf connecten. En daar voelen van, en dan weet je ook van, dit is mijn pad of dit is mijn richting. Dus dat, Als het goed is, dan kom je daar, in ieder geval krijg je de helderheid in. En vanaf daar connecten met de mensen om je heen. En metaverse, dat is juist helemaal niet. Dat is niet met de mensen om je heen connecten, maar met fictieve animaties. En ja, in hoeverre dat mensen gelukkiger maakt, ik betwijfel het. Ja. Dus voor mij is het niet de nieuwe wereld digitaal. Daarom, dat doen we terug naar het magazine. Daarom is het magazine ook een fysiek blad geworden. Ik wil mensen van die schermpjes af hebben. Dus ja, heel veel mensen vragen, komt er ook een digitale versie? Nee, niet. Want dan zit je weer op zo'n schermpje. Ja. En het magazine, ook als straks de stroom uitvalt, kijk, dat tijdschrift kun je lezen. En als je zegt, maar dat is een tof artikel, lees maar. Dat is wat anders dan dat je zegt van, ja, ik stuur wel een linkje. Ja. Ben je daar zelf, heb je het idee dat de stroom een keer uit gaat vallen binnenkort? Nou, ik hou overal rekening mee tegenwoordig. Ik bedoel, altijd weg, ja. Is het een opgezet spel of is het toevallig? Ja, gewoon een beetje van toeval bestaat niet. En ik merk ook wel en ik zie ook wel dat de dingen die nu gebeuren, heel veel dingen, sommige mensen die dan zich misschien er minder in verdiept hebben, zullen zeggen, ja, dat is toeval. Nou, ik denk dat heel veel dingen wat nu gebeurt al heel goed bedacht is en een heel lang geleden ook al. Wat denk jij, Marlijn? Ja, dat is altijd. Dan kom je in zo'n discussie van wat is door mensen gecreëerd en bedacht. En wat is bedacht door, zeg maar, weer krachten daarachter die mensen weer gebruiken om dat in de wereld te zetten, zeg maar.
al die plannen. En dan is de discussie heel vaak verwaterd zo'n beetje. Van, ja, heb je het nou over mensen die gewoon een slecht idee hebben? Of heb je het over energieën waardoor die mensen worden aangestuurd en die ook een eigen agenda hebben? En dan kom je weer meer in dat spirituele, in die spirituele wereld en wat... Of je daar iets mee hebt, überhaupt. Heb jij iets met spiritualiteit? En zo ja, wat? Ik geloof vanaf kinds af aan al wel in reïncarnatie bijvoorbeeld. En dat er meer is dan wat wij zien en kunnen voelen met onze de zintuigen die we nu gebruiken het meeste. Dus ja, ik geloof wel dat... ik ben wel spiritueel, maar ik besef de laatste twee jaar, zeg maar dan... besef ik wel steeds meer van dat ik spiritueler eigenlijk ben dan dat ik bewust was of zo. Snap je die? Ja, ik snap je, maar kun je daar een voorbeeld van geven? Want ben ik wel benieuwd naar. Nou, de toevalligheden, toeval bestaat niet. Een van de dingen, ja, het is maar, ik geef een voorbeeld en dan moet ik even kijken wat je ervan vindt. Ik wilde heel lang andere pannen hebben, gezonde pannen. Dus niet pannen met teflon helemaal niet, maar met zo'n... Gewoon gezonde pannen. En dan had ik al een keer op internet gezocht welke pannen zijn dan goed. En ik had steeds een van mijn tabbladen stond steeds open nog van... Want dat moet ik nog doen, dus laat ik de tabblad openstaan. En dat was echt al... zeker eens anderhalve maand. En op een bepaald moment, 4 weken terug... stond ik 's ochtends mijn pan af te wassen, mijn wok. Ik wok veel. Mijn wok af te wassen. Denk ik, oh ja, ik moet nog andere pannen bestellen. Dat ga ik vandaag doen. En echt... Binnen 3 minuten ga ik achter mijn laptop zitten, of voor mijn laptop zitten. En het scherm was al open. En het eerste wat gebeurt, ploem, koop nu gezonde pannen met 15% korting. En dat was precies de pannen die ik wilde hebben. Ja, is dat toeval? Ja, kan. Maar goed, ik denk van, dit is het moment dat ik ze moet kopen. Dat is dan geïnitieerd door... Dat is een van die dingen. En de laatste... Als je daar bewust van bent en ook, kijk, de wet van aantrekkingskracht, dat je dingen in de wereld kunt zetten, dat je mee kunt visualiseren en noem maar op, dat je daarmee kunt bewerkstelligen daadwerkelijk. Ik geloof steeds meer dat klopt. En ik heb ook steeds vaker een moment dat ik ervaar van, oh ja, het werkt echt zo. Ja. Is het ook, wat ik wel merk is dat de mensen die nu echt die verandering laten plaatsvinden, dat die ook heel makkelijk met elkaar connecten. Het is, je hebt vaak een half woord genoeg en dan weet je waar je het over hebt. Dat is wel lekker natuurlijk. Ja, ja, maar dat is gelijk die verbinding, die gelijk gaat gelijk dieper. En dat, ik bedoel, wat wij, dat voorgesprek hadden we ook gelijk, zo, ja, we waren gewoon meteen lekker aan het babbelen. En het ging gelijk ergens over. En dat is in het verleden wat ik bij mijn vriendengroepen vanaf mijn jeugd, zeg maar, dan was het altijd, als we samen waren, was het gezellig. Want er werden biertjes gedronken en het was gezellig. En het ging over, weet je nog toen en weet je nog toen? Ja, dat was gezellig. Maar niet meer dan dat. Ik had niet het gevoel van, heb ik jou nou beter leren kennen? Of hebben wij een betere connectie gekregen? Nee. Op een bepaald vlak wel een betere connectie, want je deelt humor samen. En dat is ook een vorm van connectie. Maar niet, wat speelt er nou bij jou? Wat zit hier? Wat zit daar bij jou? Waar ga jij op aan? Of wat is op dit moment... wat jou het meeste bezighoudt. Dat werd niet besproken. Ik merk dus wel met de mensen die nu op mijn pad komen, dat het veel van die mensen nu wel eigenlijk hetzelfde waar ze mee bezig zijn is. En dat is gewoon wat er speelt. En dat zijn natuurlijk verschillende gradaties waarin je gelooft en wat je denkt dat er speelt. Maar we maken wel allemaal ons zorgen om de toekomst en om de jeugd. Eigenlijk dat. Dus daarop tune je al in. Ja, ik denk ook dat het komt omdat we hebben natuurlijk die gekke situatie. En ik bedoel, ik heb het ook aan de lijf ondervonden dat je gewoon eigenlijk op een hele natuurlijke wijze gewoon toch afscheid neemt van een aantal mensen die al toch een beetje aan een soort zijspoor waren beland, zeg maar. En dat heeft ook helemaal geen tekst en uitleg meer nodig. Dat gaat gewoon vanzelf. Van oké, Pietje laat al een tijdje niks van zich horen. Ja, nou ja, dat was eigenlijk wel goed zo, weet je wel zo. Ja, dat je het ook makkelijk kan accepteren, ja. En ik zie ook, er zijn mensen, ik had
eigenlijk twee vriendengroepen. En ik heb met de ene vriendengroep nog wel een stelletje wel contact. En de andere vriendengroep heb ik met twee jongens wel contact. Maar de rest niet. En ja, dat is oké. En ik zeg niet dat ze weg zijn. Ze zijn gewoon tijdelijk, zijn ze even anders aan het doen. En ik hoop dat dat straks gewoon allemaal weer terugkomt. En dat je gewoon voelt van, we zijn weer oké samen. Want nu voelt het op een of andere manier dat het niet oké is samen. Terwijl er eigenlijk niks gebeurd is. Ik zie alleen dingen anders dan dat zij dat zien. En voor hen is dat moeilijk te bevatten. En ik snap dat het voor hen moeilijk te bevatten is. Want ja, mijn broer zegt ook, ja, je bent zo veranderd. Ja, dat klopt. Dat is toch goed? Verandering is goed. Vind ik. Maar gros van de mensen vindt verandering helemaal niet goed. Nee. Ik zag laatst een interview van iemand, die was ook een beetje een spirituele goeroe. En die zei van, hoe vaak komt het niet voor dat je inderdaad uit een dorpje komt en dan groei je op met elkaar en een vriendengroep. En dan op een gegeven moment ga je uit het dorpje weg en dan jij gaat je er wel ontwikkelen, zeg maar. En dan op een gegeven moment dan kom je 50, 40 jaar later, kom je weer in hetzelfde dorpje, heb je een reunie. En dan kom je met dezelfde mensen weer in gesprek. En wat je dan merkt, ze zijn gewoon niks veranderd. Gewoon helemaal niks. Gewoon echt exact hetzelfde. Zelfde voetbalclub, zelfde interesses, zelfde vriendin. Echt. En dan denk je echt van, wauw. Weet je, niet dat het verkeerd is natuurlijk, maar ja, er mist wel ergens een ontwikkeling, als je het mij vraagt, hoor. Ja, ja. Dat snap ik helemaal. Die verhalen ken ik ook. Aan de ene kant is het best wel benijdenswaardig dat je content kunt zijn met, het is toch goed zo? Dat vind ik best mooi, want het brengt ook wel een vorm van rust. Mm-hmm. Ik merk wel dat ik ben altijd bezig met persoonlijke ontwikkeling en met dingen creëren. En ja, als ik vrij ben, dan ben ik aan het werk. Want wat ik doe, vind ik leuk. Maar soms zitten ook dingen bij die ik minder leuk vind. Maar goed, die moeten dan gedaan worden. Maar op het moment dat je gewoon oké bent met, dit is mijn leven en dit is goed zo. Dat vind ik wel mooi, want het gras is altijd groen aan de andere kant. Dat geeft heel veel onrust. Maar wat zit daarachter? Dat geeft heel veel onrust. Dus dat vind ik wel heel benijdenswaardig. Dat je gewoon oké kunt zijn. Zen kunt zijn in het zijn van, ja, alles is nog steeds hetzelfde. Hè, wat lekker. Ja. Maar of dat het doel is van de mens. Ik denk dat het wel een gevolg is van het feit dat ons leven zo gemakkelijk mogelijk gemaakt is. Waardoor je niet gaat ontwikkelen en dat de agenda voedt, zeg maar. Of wel de ruimte geeft om uitgerold te worden. Want ja, ik heb mijn natje met roogje toch? Wat maakt me druk? Mijn tijd zal. Ja, maar dan hou je jezelf vast, hè? Dan zet je jezelf als het ware vast in de materie. En oké, we hadden het over ontwikkeling. Ik denk zelf wel, ik heb ook een aantal boekjes gelezen de afgelopen jaren. En ik denk wel dat wat de bedoeling is, of tenminste dat is mijn visie, dat je wel op een bepaalde manier jezelf ontwikkelt en verdieping aanbrengt in je leven. En dat zowel de ontwikkeling hier plaatsvindt als wanneer je niet meer bent. Dus dat is een beetje dat is mijn visie. Dus dat is, ja, daar moet je best wel wat voor onderzocht hebben, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar goed, ja, hoe denk jij erover, Marlijn, eigenlijk? Je bent wel zo stil, hoor. Wat is er aan de hand? Nee, ik zat even te wachten tot we de chat even erbij kunnen halen. Want we hadden een vraag, ja. Van Rafael. Dan moeten we toch even nog een keer behandelen. Op energetisch niveau, zegt hij, kan je ook pingen, net als bij computers, om de juiste mensen naar je toe te laten komen? En we hebben het net al, toen je even weg was, hebben we het heel eventjes behandeld al. Ja. Maar want we hadden het over synchroniciteit. Denk jij dat je ook mensen bewust kunt pingen? Dat je dat bewust naar je toe kan laten komen? Of moet het een soort van organisch, automatisch naar je toe komen? Goeie vraag. Ik zelf heb niet het idee dat ik kan pingen. Maar terwijl je net dit voorlas en met je vraag bezig was, had ik wel een ervaring. Ik was bij een demonstratie in Amsterdam. Ik kwam met iemand in gesprek. En die zei van, ja, ik heb iemand, die volgt mij, dus die wist ook van het magazine en waar we mee bezig waren.
En die zei, ja, ik heb iemand met wie jij in gesprek moet komen. Volgens mij is zij namelijk voor jou, als eerste een goed verhaal, maar misschien ook een goede connectie. Ik, nou, stuur me maar een mailtje dan, want dat is het makkelijkst dan. Dat mailtje heb ik nooit gekregen. Een maand, anderhalve maand later, had ik met iemand afgesproken om hem op te pikken. Hij zei, kom maar dan naar dat adres toe, want daar ben ik dan. En dan rijden we vanaf daar samen naar waar we naartoe moesten. Dus ik kom bij dat adres aan. De persoon doet open, een beetje kort babbelen. Ik had gelijk als iets van, oh, met haar moet ik in gesprek voor het magazine. Dat voelde ik gelijk. Van, oké, dit is een goede connectie. Daar zit iets wat nodig is voor het magazine. Wat gaat helpen ook, wat goed voelt voor. Ja. We hebben een half uurtje kopje thee gedronken daar en zo. Ik moest weg met die maat van mij. En eigenlijk op het moment dat wij weg willen gaan, komen er twee mensen binnen. Die ene persoon die binnenkwam, dat bleek dus een connectie te zijn van die persoon met wie ik was. Die bleek elkaar nog nooit ontmoet hebben in real life, maar nu dus voor het eerst. Die andere vrouw die binnenkwam, die had het gevoel van, dat klikte al of zo. Zij staan samen te praten. Ik sta met die andere vrouw samen te praten. En toen hadden we het over wat we doen. Toen liet ik mijn kaartje, gaf ik aan haar van Pioneers. Ik zei, ja, het logo ken ik. Ik heb dat al gekregen van een keer bij iemand bij een demonstratie. Ah. Nou, bleek dus, dat was dus de vrouw met wie ik op die demonstratie had gelopen. Maar ze hadden toen een capuchon op en zo. Dat was helemaal niet... Dat was dus de vrouw die ik toen al bij de demonstratie had ontmoet. En het mooie was, ja, want ik zei jou toen, zei zij, ik zei jou toen, jij moet met die en die vrouw praten. Dat was het vrouw, die vrouw waarin ik in het huis stond. Wow. Jij moet met haar gaan praten, zei ze, vond ik. En ik stond dus bij die vrouw in het huis en die was, dat was dus die vrouw, want ik zei, met haar moet ik iets doen voor het magazine. Ja. Nou ja, dat is dus wel een vorm van synchroniteit. En dat je dan kunt pingen. Of dat pingen is, ik weet niet. Maar dat vloeit dan wel zo. Nou, dat kun je niet verzinnen, dit. Ja, nee, maar dit is ook weer een bevestiging dat die onstoffelijke wereld, zeg maar, veel meer al in beweging is dan dat we zelf doorhebben. Hè? We zijn heel erg bezig met technologie, met onze telefoontjes en met allerlei andere artificial intelligence dingen. Die allemaal fantastisch werken. Maar we weten niet eens half hoe intelligent we zelf zijn met misschien heel veel onbewuste processen die zich tegelijkertijd afspelen. Ja, dat sowieso. En daarom vind ik, dat is het soort van onderzoek wat jij ook zegt dat je doet. Er zijn documentaires op YouTube en daar valt mijn mond gewoon van open. Van jezus jongens, er is ons zoveel kennis weggehouden bij ons. Om er maar voor te zorgen dat we niet bewust zijn wat wij kunnen en wat wij zijn. En waar wij uit bestaan en wat een mens nou eigenlijk is. En alles wat al in de wereld was, de Terry Meltdown, noem maar op. Als je daarop gaat zoeken, dat soort dingen. Ik was best wel bewust van dingen die er niet klopten. En 9-11, dat heb ik jaren terug al helemaal uitgezocht. En pizzaketen, noem maar op. Maar de platte aarde bijvoorbeeld was voor mij altijd een ding. Dat is echt klinkklaar onzin. Ik weet het nu niet meer. Ik zeg niet dat de aarde plat is, maar als ik moet kiezen, zeg ik ja. Hmm. Dat is niet 90% tegen 10%, maar dan valt echt het kwartje net naar. Oké, dan denk ik eerder toch dat die plat is dan dat die rond is. Ja. Ja, ik zal eerlijk zeggen, ik durf me er niet aan te wagen aan de platte aarde theorie. Ik schuif het voor me uit. Mag, ja. Ja, maar ik weet het zelf ook niet, maar doordat ik de documentaires die ik nu gezien heb en de bewijzen die ik op mijn pad heb gekregen voor het feit dat het dan een platte aarde is, ja, die vind ik toch wel redelijk houtsnijden. En de verhalen waarom het niet plat, waarom dat de ronde aarde niet klopt, vind ik ook. Nou, maar goed. Maar er zijn meerdere theorieën over de platte aarde, toch? Er zijn meerdere... Je hebt de platte aarde, maar je hebt ook een aarde die plat is, maar die dan veel groter is ook nog dan de continenten die we kennen. Ja, dat geloof ik wel. Dat er echt een stuk bij Antarctica daar zit. Ik geloof wel dat daar nog land zit, daarachter ze nog zit, wat wij niet weten. Dat je ook niet bij Antarctica mag komen. Daarom
Daar geloof ik wel in. Dat is ook niet helemaal waar. Want ik zag laatst dat er zijn dus gewoon met een boot kun je dus gewoon een tripje maken naar Antarctica. Gewoon als toerist, dat kan wel, hè? Klopt. Maar dan heb je het voorste stukje van Antarctica mag je dan. Je mag nooit verder dan zo. Oh, ja. Van 10 mijl, 15 mijl of iets. Antarctica op. Oké. Okay. Er is ook een basis op een militaire. Of er is een basis op Antarctica met trappen naar de berg in. Ja, goed. Ik ben er niet geweest, dus ik weet het niet. Maar alles wat ik niet zelf nu ervaren of gezien heb. Zeg ik, ja, zou kunnen, want ik weet het niet. En vroeger zou je zeggen, nee, maar dat staat in de boeken dat het niet zo is. Maar ja, dus wie hebben die boeken geschreven waarvan ze zeggen, ja, deze boeken moet je lezen, want dat is de waarheid. Ja, ik heb ook jaren geleden het boek De 12e Planeet gelezen van Zachariah Sitchin. Die heeft dan op een bepaalde manier de Bijbel weer vertaald. En er is eigenlijk een andere visie op wat er in de Bijbel staat. En dan kom je al heel snel bij de Anunnaki uit. Dat zou dan een buitenaards ras zijn. Dat is ook weer zo'n theorie. Maar dan hoor ik dan weer mensen die zeggen, ja, nee, dat is alweer, wat is afgeleid van de Sumerische kleitabletten, en dat is allemaal weer al gedebunked, dus het verhaal klopt ook voor een kant. Dus als je eenmaal ergens induikt van informatie, ja, pas goed op, check het, dubbel check het, maar op een gegeven moment denk ik ook van, ja, ik weet het ook niet meer, hoor. Ja, maar dat snap ik precies, want ik heb toevallig van de week met mijn zoon ook nog een gesprek over gehad. Hij zei, ja, maar alles wat jij wilt geloven, kun je bevestiging van vinden op internet. Dus het is maar net waar je kijkt. Ja, klopt. Ja. En dan is het voor jou, van wat is jouw waarheid? En dan denk ik dat het belangrijkste is gaan voelen, wat voelt voor mij als waar daarin? En dan nog, dan kan het voor mij als persoon voelen dat dit de waarheid is, dan is het nog steeds niet de waarheid. Dat voelt voor mij als waarheid. Maar dan heb ik wel iets waarvan ik, oké, maar ik denk dat, ik voel niet, ik denk, ik voel dat dit bij mij resoneert. Dus nou, dan vertrouw ik erop dat daar iets van waarheid in zit waar ik op kan vertrouwen. In plaats van me vastklampen aan iets wat mij opgelegd is als zijn, dit is de waarheid. En dat is voor ieder. Kijk, het kan best zijn dat voor mij de Anunnaki 100% waar voelt. En voor een ander 100% niet waar. Ja, wat is de waarheid? Ik weet het niet. En we weten het allebei niet waarschijnlijk. Dus ja, dan gaat het om waar voel jij je goed bij? Nou, maar dat is leuk voor deze tijd. We kunnen weer met elkaar in gesprek erover. Want dat is ook heel lang niet geweest. Dat ze dit soort dingen niet besproken konden worden. Ik bedoel, daar is Radio Gletscher ook eigenlijk ook een beetje voor opgericht. Om die gesprekken weer aan te zwengelen. En mensen die daar iets over durven te zeggen, die kunnen aan het woord. Deskundigen kunnen aan het woord gelaten worden. En want dat gesprek wat wij nu voeren, of de twijfel die bij veel mensen zit over heel veel onderwerpen. Ja, die zou je toch gewoon op tv moeten zien. Die zouden toch gewoon bij die talkshows gesproken moeten worden. Tenminste, dat vind ik dan weer zo interessant. Maar dat doen ze niet. Nee, dat is inderdaad heel erg jammer. Want daardoor voorkom je eigenlijk het gesprek, de interactie en de diepgang waarbij je van elkaar kunt leren. En ik denk dat ook wel onderdeel van het programma is. Ja, dat weet ik al zeker. Dat is onderdeel van het programma. Laat mensen me niet verbinden. Laat mensen me niet gesprekken aangaan. Want ja, ze zouden dus op een gedachte kunnen worden gebracht. En dat is heel, heel erg jammer. Want ja, daardoor beperk je de groei. De kanalen die er nu zijn. De Black Box en Weltschmerz en zo. Die gaan daar wel natuurlijk. Die doen dat wel. Maar ja, het vervelende is dat op het moment dat je iets roept wat niet in het narratief valt van de mens met wie je in gesprek bent, maakt niet uit welke persoon dat is, wie dat ook is. Op het moment dat je tegenwoordig dan iets roept, bijvoorbeeld platte aarde of Anunnaki, dan zeggen ze ja, complot denken. En je wordt weggezet en er is geen gesprek mogelijk. En dat vind ik het lastigste. Ik weet ook niet wat de waarheid is, maar ik heb een bepaald idee. Nou, dan vind ik het fijn dat ik dat idee tegen iemand aan kan houden. Maar wat vind jij daarvan? Hoe zie jij dat? En het kan best zijn dat iemand die totaal niet bezig is met waar ik mee bezig ben, dingen aandragen van, ja, nou, dat klinkt wel, dat snijdt wel hout. Daar leer ik van, daar groei ik van. Daar kan ik een inzicht van krijgen. Maar nou, dan heb ik het misschien toch verkeerd gevoeld, of gezien of gehoord. Dan is misschien dat toch. En dat kan je weer op het pad brengen waarbij je wel weer dichterbij een waarheid voor jou komt die je beter voelt.
Maar ja, op het moment dat je weg wordt gezet, en dat zie je dus ook, dat zie je volledig in de media, iemand met een ander geluid wordt weggezet als zijn complotdenker. En dan hoef je het gesprek niet meer aan te gaan, je spoort niet. En dat is echt het euvel van wat er nu speelt, denk ik. Het grootste euvel. Je zegt dat het tijdschrift is een... Het is vooral over positiviteit, positief blijven. Wat is het geheim dat je in deze tijd positief blijft? Uit je hoofd. Ik heb de mazzel dat ik zo bedraad ben dat ik niet echt pieken. Ik denk wel na, maar ik pieken niet. En als ik nadenk, denk ik van, dat zou een optie kunnen zijn. Ik zie ook wel ik denk ook wel van als het fout gaat, deze hele ervaring die we hebben nu met z'n allen. Als het de kant op gaat waarvan sommige mensen in de wereld denken dat het beste is voor de wereld. Als het daadwerkelijk die kant op gaat, dan is dat voor mij niet het meest ideale scenario. En dan kan ik me heel druk gaan maken. Dit kan gebeuren, dat kan gebeuren. Nou, het enige wat ik dan doe, dat kan gebeuren. Maar ik weet het niet. Dan weet ik dat het kan gebeuren en dan is het klaar. En dan ga ik niet piekeren. Maar je hebt dat niet overgenomen van je ouders die overal beren op de weg zagen? Nee, ik denk dat zij, dankzij dat zij wel zo waren, dat ik me tegen afgezet heb. Van, dan ga ik dus niet mee bezighouden. Ik denk dat het dankzij hun komt dat ik dat niet heb. En je zoon heeft het ook niet? Nee, mijn zoon heeft het ook niet. Maar mijn zoon heeft wel hij heeft nu zwaar. Dus hij heeft wel, ik bedoel, alle jeugd heeft het zwaar. En dat vind ik het grootste probleem van nu. Is, het ergste gevolg van wat er speelt, is dat de jeugd niet de ruimte krijgt om te leven. En dat is, de mensen die opstaan, dat ook de drijfveer is van de mensen die opstaan. Kijk, als ik nu kom te overlijden, ik hoop het niet. Hè? Ik wil echt nog wel 50 jaar hier mijn best doen om er iets moois van te maken met z'n allen. En mijn mensen te zien en te kunnen er zijn voor mijn mensen, wat ik voor ze kan betekenen. Maar als het mocht gebeuren dat ik morgen of vanmiddag het loodje leg, dan heb ik een mooi leven gehad. En dan is dat wat het is. En dat is jammer, maar dan zal ik waarschijnlijk in een andere vorm of iets ergens anders iets meer kunnen betekenen. Om er iets beters van te maken met z'n allen. Zo ga ik ervan uit. Zo sta ik erin. Maar als je in het moment dat je eigenlijk moet gaan, dat je bloem open mag gaan, zeg maar. En je wordt dan aan alle kanten beknot en tegengezeten. Dat is echt heftig. En dus ik snap dat er zoveel jongeren met problemen zijn. Zoveel telefoontjes naar al die nieuwe initiatieven. Zoals Vraag Mij of zoiets. Je praat vrij bij mij. Je hebt nog een ander initiatief. Keuzevrij bij mij. Ja, maar met name meer. Je praat vrij bij mij. Is echt als je mensen met psychisch problemen zit, kun je bellen met iemand. Of dat je gewoon een probleem hebt. Dat wil bespreken. En je hebt ook. Het is van FN Selij volgens mij. Die heeft ook een kanaal geopend. Waarbij jongeren gewoon kunnen bellen. Met ik zit niet lekker in mijn vel. En dat ze dan met iemand kunnen praten erover. Nou, ik zie ook veel voorbij komen via Twitter. Dat soort dingen. Dat mensen echt wel. De jeugd echt wel dat nodig heeft. Om hun ei kwijt te kunnen. Want. Ja, waar moeten ze mee? Waar kunnen ze mee terecht? Ja. Dat is wel heel heftig, denk ik. Ik had gisteren met Judith van het magazine. Is een van de drijvende krachten achter het magazine ook. Over als je ziet de kinderen die nu ouders hebben die meegaan in het beleid. Die kinderen die zijn op een bepaalde manier beschadigd. Maar de kinderen van de ouders die niet meegaan in het beleid zijn op een bepaalde manier beschadigd. Zeker, ja. Weet je wat ik heel erg vind, Bjorn, is dat kinderen onderling, zowel op basisschool, maar ook volgens mij op het voortgezet onderwijs, dat die elkaar verwijten maken. Jij hebt geen mondkapje op. Jij bent een wappie. Of jouw ouders zijn een wappie. Weet je, dat vind ik echt erg. Dat gebeurt natuurlijk al een tijdje, maar het gaat zelfs, dat beleid gaat heeft zo'n rimpeling in het water, zeg maar, dat het op alle niveaus zeg maar, zich afspeelt. Dat vind ik best wel, ik vind het best wel tragisch. Ja, ik vind dat is, die voel ik ook heel erg. Die doet echt pijn, die. Omdat daardoor er wordt zoveel kapot gemaakt.
En dan met name levens van de jeugd. Want dit geeft al die kinderen geen schade. Welke kant die kinderen ook zitten. En het gros van de kinderen weet het gewoon niet. Je doet toch ook... Kijk, als mijn ouders... Als ik nu jong was geweest en mijn ouders zouden die prik hebben genomen. Ja, weet ik veel. Ja, dan neem je die prik ook. Want ja, doen mijn ouders ook. Je weet niet dat er een ander narratief is. Op het moment dat je niet... Je ouders dat niet doen, ja, dan neem je hem niet waarschijnlijk. En ik hoorde toevallig, want die bij mij in de straat blijkt dus... is een jongen die is 14. En die heeft zichzelf verdiept in het verhaal. Zijn ouders zijn geprikt. Die willen dat hij hem neemt. En ik wil hem niet. Wauw. Dat vind ik echt... iemand van 14. Hoe dan? Weet je? Dat vind ik echt briljant. En ik zeg niet dat hij... Ik denk dat die prik ellende oplevert. Alleen al het feit dat hij zich durft af te zetten... op 14 jaar geleden durft af te zetten tegen zijn ouders... omdat hij onderzoek heeft gedaan op kanalen... die zijn ouders blijkbaar niet hebben bereikt... vind ik knap. En wat dan de deur moet zijn... Björne, denk jij dat, want nu hebben we het eigenlijk over een jongen die een verhoogd bewustzijn heeft, zou je kunnen zeggen, die zich daarvan bewust. Denk je dat de kaarten geschud zijn, dat het voor iedereen al duidelijk is welke rol ze spelen en wat voor iedereen het lot is in deze tijd? Of denk je dat het nog te veranderen is voor sommige mensen? Verandering is goed, dus ik denk dat de verandering wel mogelijk is. Maar of mensen zichzelf dat gunnen? Dat denk ik, dat het een heel ander iets is. Ik denk echt dat sommige mensen een rol hebben toebedeeld hebben gekregen. Nee, niet dat ze voor een bepaalde rol hebben gekozen, al voor het leven, zeg maar, uit. Daar ben ik steeds meer van, voelt dat voor mij als zijnde waarheid. Dat je van tevoren al kiest wat voor een rol je gaat doen spelen in je leven. En dat is ook een onderdeel in het boek Radicaal Vergeven. Wat echt wel een boek is wat mij ook mijn ogen heeft geopend afgelopen jaar. Dat iedereen zijn rol uitkiest. En dat we dus iedereen dankbaar mogen zijn voor de stenen die op onze pad worden gegooid of worden gelegd. Dat degene die dat doen, dat we die dankbaar mogen zijn. Want dankzij die stenen kunnen wij groeien. Ja. En de mensen die in de positie zijn geweest de afgelopen jaren om een bepaalde soort beleid uit te kunnen rollen. Die mensen mogen we dankbaar zijn. En die ben ik ook dankbaar. Want dankzij die keuzes die zij gemaakt hebben, heb ik kunnen groeien. Ik ben niet dankbaar voor de pijn die gedaan wordt. Maar als je dan ook weer vanuit het boek Radicaal Vergeven is ook de pijn die nog gaat komen bij veel mensen. Dat het een bepaalde keuze is geweest voordat ze in het leven stapten. Om die pijn te ervaren om te kunnen groeien. Als energie, als ziel, zeg maar. Als energie. Ja, dat denk ik ook. Ik heb trouwens nog ik zag ook een klein fragmentje in jou, in een interview van jou. Vond ik ook heel mooi. Dat ging over het woord hoop vervangen voor vertrouwen. Nikos, ja, Vond ik heel mooi. Dat je als we dat misschien wat meer gaan doen. Ik vertrouw erop dat het goed komt. Dan denk ik dat ik er ook wel op vertrouw dat dit een succesvol magazine gaat worden. Daar vertrouw ik ook op, sowieso. En ik vond die heel mooi van Nico. Het was aan het einde van ons gesprek. En heel vaak gebruik ik het woord hopelijk. Hopelijk heb je het leuk gehad. Ik hoop dat je het fijn hebt gehad. Ik heb het altijd af en toe nog wel lastig in een... Want ik ben wel bewust, als ik hopelijk type, of als ik hopelijk zeg, dan link ik gelijk nee, vertrouwen. Dus die voel ik heel erg. Soms vind ik het nog lastig, want ik hoop dat je een leuke verjaardag hebt gehad. Als ik dan naar jou stuur, bedoel, als mijn contact met jou op die. Als ik niet op jouw verjaardag ben geweest en ik heb wel contact met jou, je bent jaar gefeliciteerd. Als ik dan stuur, ik hoop dat je een leuke verjaardag hebt gehad. En ik wil hem vervangen voor vertrouwen. Ja, dat is lastig te vertrouwen, want ja, misschien was er niemand. Snap je? Dus dat vind ik nog lastig. Dus dan gebruik ik toch wel het hoop. En dan probeer ik wel op een bepaalde manier om te omzeilen dat ik het woord hopelijk niet of hoop niet gebruik. Maar de woordkeuze natuurlijk, dat is best wel een ding. Ook daar, als je steeds bewuster wordt van de woorden die we gebruiken en waar ze vandaan komen, de etymologie, heet het volgens mij, ja. Of etymologie, waar woorden vandaan komen, dat zo bijzonder is. Wat daar
mogelijk nog voor een krachten in zitten, zeg maar. Van wat wij helemaal bewust van zijn. Energetische lading die erop zit. Ja. De volgende editie, waar gaat die over? Kun je al een beetje iets over zeggen? Sowieso in de volgende editie hebben we een gesprek tussen Fiona Zwart en Bob de Wit. Ja, zwart-wit. Nou, niet zwart-wit, maar. Dus die komt er sowieso in. En we hebben een mooi artikel over een doula. Dat is iemand die verzorging, geboortebegeleiding doet. Daar hebben we een artikel over. We hebben een artikel over vasten. Ik ben zelf erg enthousiast over het vasten. Net ook zelf weer een week gevast. En daar komt een groot artikel over. Met ervaringen van mensen erbij. Scholing. Sowieso wordt scholing weer aangestipt. Met een mooi artikel. Een essay. Wordt er op dit moment geschreven. Natuurlijk een column van Jan, of tenminste Jan Vinghoed schrijft in een column. We hebben een column over het leven in Zweden. Want we hebben nu in de eerste editie een artikel over het leven naar Zweden, emigreren naar Zweden. En Elke die gaat nu een column schrijven over, oké, en nu dan? Want nu ben ik daar en hoe gaat het nu dan? Dat vind ik zelf heel leuk. Zoveel. Gisteravond hebben we een vergadering gehad, we hebben de artikelen doorgenomen. Ik weet het allemaal niet meer, joh. Dus er zitten heel veel mooie dingen in. En natuurlijk mooie spreuken. En een kindercorner. Een kidscorner hebben we in het magazine. Ook die komt er weer terug. Met een zoekplaat voor de kinderen weer. Positive People. Dat is een tweeluik met... dat zijn drie tweeluik met een foto en een stuk tekst. Van twee personen waarvan de een heel positief is en de andere daar kracht uit krijgt, zeg maar. Wat ik leuk vind in de eerste editie, de eerste Positive People, dat zijn mijn ouders. En dat is dat is ook een soort eerbetoon naar mijn ouders. Die vind ik zelf heel mooi. Ja, veel mooie artikelen, mooie dingen waar ik zelf blij van word en waarvan ik ook wel vertrouwen heb dat andere mensen er ook blij van worden. Ik heb nog een laatste vraag, Bjorne. Ja. En dat is de moeilijkste, denk ik. Ik denk toch wel vaak van, ja, het gaat niet om wat je doet. Misschien ook wel een beetje. Hè. We hebben Radio Gletscher, dat doen we. En je maakt een tijdschrift, dat doe je. Maar de meeste impact krijg je, denk ik, als je laat zien hoe je bent. Dus je eigen energie. Dat heeft wat meer impact, denk ik, dan alle dingen die je doet. En ik zie niet echt, maar ik voel bij jou, je bent heel vrij gevochten. Je hebt eigenlijk een vrije energie om je heen. Dus mijn vraag was eigenlijk, niet alleen wat het geheim is daarvan, maar wat mensen daarvan kunnen leren. Misschien jouw energie aan kunnen voelen en dan misschien aan kunnen wenden voor iets. Ja, dankjewel als eerste, want dat vind ik mooi om te horen. Wat ik denk dat het is, ik ben open-minded. Ik wil altijd alles zelf ervaren, dus ik sta voor alles open om maar te proberen en dan heb ik de ervaring. En dan kan ik er iets over zeggen, want anders dan kan ik er niks over zeggen. Ik denk dat, ook in het magazine staat die spreuk al, een van de belangrijkste dingen wat je voor jezelf kunt doen, is, en die komt uit een podcast van Giel Beelen met Jandino Asperaat, nee niet Giel Beelen, Thijs Lindhout, volgens mij, met Jandino Asperaat. En de moeder van Jandino zei tegen hem, geen vijand binnen, geen vijand buiten. Op het moment dat jij helemaal oké bent met wie je bent, ja, dan mogen ze iets op je afgooien. Maar dat vind jij. Ja, dat doet mij niks, want dat vind jij. Daar heb ik geen last van. En inmiddels kan ik eigenlijk wel 99% zeggen van dat lukt mij.
En soms word ik ook geraakt omdat ik dingen oneerlijk vind. Maar dat, dan heeft dat misschien niks met mij te maken. Maar vind ik gewoon, ik kan moeilijk tegen oneerlijkheid. Daar ga ik echt op aan. Dan kan ik ook hard schreeuwen als ik boos word. Want dan word ik boos soms. Ja. Maar voor de rest, geen vijand binnen, geen vijand buiten. Als ik oké ben met mezelf, dan kan iemand anders van alles proberen om mij te raken. Maar je raakt me niet, want ja, ik ben oké met mezelf. En daarom staat die quote ook bewust in het magazine. Met een hele mooie foto van een roodharige afro-vrouw. Een hele bijzondere gezicht. En met ook dat die van mama aspiraat is. Geen vijand binnen, geen vijand buiten. En op het moment dat je daar oké mee bent met jezelf. Ja, en hoe je dat dan kan bereiken. Zacht zijn voor jezelf. Wanneer ik een trainingsacteeropdracht had altijd. Dat was vaak met geuniformeerde mensen. Dus brandweerambulance, politie en defensie. Ja, die ja. Kijk, ja, die is mooi. Kijk, ook een, ja. Zo ja, ja. Ja, maar dan zeg ik altijd, wees zacht voor jezelf. Kijk, op het moment dat jij... Wij als mens kunnen best wel oordelend naar onszelf al zijn. En ik hoorde ooit het verhaal van een brandweerman. Die ging met zijn mensen een huis binnen, omdat ze nog iemand moesten redden. Was er iemand in het huis? En ze gingen dat brandende huis in, met gevaar voor eigen leven, met z'n drie of zo. Het huis in, om die persoon te vinden. En hij was als derde. En ja, ze gaan, komen binnen, gaan links en ze gaan het huis doen. Naar boven zoeken en weer terug. En toen ze terugkwamen, bij de ingang, rechts, daar lag hij. En toen was het dus te laat. Die is overleden, die persoon. En die man, die heeft zichzelf jarenlang verweten. Had ik maar rechts gekeken. Maar op het moment dat jij dat ook naar jezelf toe zegt, dan kun je ontzettend hard voor jezelf. Wat stom van mij. Jezus, wat je allemaal kan bedenken. Dat is niet goed voor jou. Op het moment dat jij een collega die precies dezelfde situatie aan jou vertelt, wat zou je dan tegen die collega zeggen? Dan zou je zeggen van, of tegen je vriend zeggen, of tegen je vriendin. Dan zou je zeggen van, ja, je hebt je best gedaan en wees zacht voor jezelf, want ja, het kan iedereen overkomen. En je gaat wel een brandend huis binnen om te redden. Snap je? Er zijn zoveel dingen die je kunt zeggen om niet negatief naar jezelf te zijn. Maar de mens is geneigd om wel negatief naar zichzelf te zijn. En als je zacht voor jezelf bent, dan kun je dus voorkomen dat je jezelf ziek maakt. En dat is ook een beetje dat Matsumoto, het verhaal van wij zijn 70% water. Dat onderzoek van oké, wat gebeurt er met water als je positief tegen water praat of negatief tegen water praat. Ja. Als je dat onderzoek vond ik fantastisch om te zien. Als je dat dan die kristallen ziet, nou, dat is bizar. Nou, als je dan 70% water bent en je praat negatief tegen jezelf, dan ben je zelf dus eigenlijk jezelf ziek aan het maken. Ja, dus dat meenemen in het hele verhaal. Wees zacht voor jezelf. Ik bedoel, je doet je best. We doen allemaal ons best. Ook mensen die nu dingen uitrollen. Die niet goed zijn voor het kost van de mensheid. Laat ik het zo noemen. Ook die doen hun best met hun bepaalde overtuigingen. Bepaalde dingen die op hun pad zijn gekomen. Daar proberen ze een weg in te vinden om het zo goed mogelijk te doen. Ja, en ik weet niet wat bij hun op het pad is gekomen. Waardoor ze deze keuzes maken. Maar het zou goed kunnen zijn dat ik in bepaalde hele lelijke schoenen zou staan. Ik snap het leuk gezegd. Bloemschoenen bijvoorbeeld. Als ik daarin zou staan met het referentiekader van dezelfde persoon die nu die schoenen draagt, kan het zijn dat ik ook die keuzes had gemaakt. Dat zou zomaar kunnen. Ja, ja, het licht en het duister hebben elkaar ook nodig. Hè? Dus in die zin... Ja. Ja, dus wat kun je dan doen? Wees zacht voor jezelf en zorg dat je geen vijand binnen meer hebt. Dat je oké bent met jezelf. Ik krijg een vraag binnen van Rafa. Kan je nog eens de naam noemen van het magazine? Jazeker, We Are Pioneers. Dus bij deze nogmaals gezegd. Bjorn, fijn dat je bij ons was. Ik vond het een heel mooi gesprek. Ik vond het ook heel fijn, dankjewel. Ja, dankjewel dat jullie mij hier wilden hebben. En, jullie zijn ook de pioniers, dus ik wil ook graag jullie voor een volgende editie graag bij mij aan het woord laten, bij ons aan het woord laten, want ik vind het ook mooi wat jullie doen. Nou gaaf, ik ga even overleggen met mijn compagnon als hij dat ook wil.
Heb je een kopion? Ja. Super. Björne, hele fijne dag. We spreken elkaar snel. En nou ja, ga zo door met We Are Pioneers. Wij zijn fan. Dankjewel. En mensen kunnen op Instagram, We Are Pioneers Magazine. En op Facebook, We Are Pioneers. En ja, en dat is wepioneers.nl, dat is de website. En we hebben een hele mooie merchandise. Mooie trui hebben we. Als pionier het leven in wilt gaan. We zetten het onder de beschrijving. Heb je verder nog wat te pluggen? Verder wat te pluggen? Hou van jezelf en wees lief voor de mensen om je heen. Dank je wel allemaal. Yes. Dank je wel. Merci. Dank je wel. Hoi. Nou, dat was Björn Willemsen van We Are Pioneers bij ons in de uitzending bij Radio Gletscher. We zijn zelf bezig met een radiostation, radiozender, online radiozender. En als je dat nou tof vindt, we praten vooral over spiritualiteit en allerlei onderwerpen die daarmee te maken hebben. Dan kun je denken aan de piramides bijvoorbeeld, of occulte zaken. Ja, wetenschappelijke dingen die misschien wel nooit verteld zijn. Een verborgen geschiedenis of mystieke geheimen van de planeet Aarde. Dat zijn allerlei dingen waar we over praten. En als je ons wil helpen, dat kan. Dan moet je even naar de website gaan en dan kun je ons vinden. Dan kun je zien wat wij aan het doen zijn, alle onderwerpen. Maar je kunt ons ook een mailtje sturen naar info@radiogletscher.nl. Als jij denkt van nou, ik heb een leuk idee voor een programma of ik kan iets anders bijdragen. Misschien dat je ons wel wil helpen met praktische dingen. Daar staan we voor open. En dus laten we van je horen. Dat zouden we heel fijn vinden. Marlijn, waar gaan we naartoe? Wil jij nog wat zeggen, Marlijn? Nou, kunnen ze ook doneren? Ja, dat kan ook. We hebben een hele mooie doneerknop op onze website. En dat kan zelfs heel specifiek naar een persoon die jij denkt van nou, dat vind ik een leuke gozer, die maakt mooie programma's. Dan kun je dus specifiek doneren naar iemand die programma's maakt. Dus naar Marlijn of naar Patricia of naar mij. Er komen ook nog mensen bij binnenkort. En dan kun je daar een bedrag naar overmaken. Dus dat is allemaal helemaal goed geregeld op onze site. Ja, en we zijn bezig met een nieuwsbrief. Dat komt ook op de site te staan. Dus dan, ik weet niet of dat wekelijks wordt, maar regelmatig in elk geval. Sturen we dan een nieuwsbrief met allerlei nieuwtjes en dingen erin. En de gasten die we gaan uitnodigen. Wat allemaal meer. Fragmenten, foto's, allemaal leuke dingen. Dat is nu nog niet, maar binnenkort komt er op de site een link waarmee je kan inschrijven. Dus dat komt er ook aan. Nou, dat kost allemaal tijd, dat kost allemaal energie. En het is allemaal leuk, het is allemaal positief natuurlijk. Maar goed, we leven ook nog in een soort geldmaatschappij voor zolang geld nog iets waard is. Dus dat is een beetje, dat wil ik ook even aan jou vragen, Niels, want dat is toch wel een beetje tricky. Ja. Want wij zijn natuurlijk dit radiostation gestart met een beetje het idee, we gaan het vormgeven, ook in de organisatie, naar hoe ziet een radiostation eruit in de vijfde dimensie, in de nieuwe wereld, in de nieuwe tijd, nou, misschien is het 5 jaar, misschien is het 10 jaar. Maar hoe ziet dat eruit? Nou, dan gaan we dat nu al doen, op die manier. En dan is geld nog steeds een beetje tricky. Is geld er nog wel over 10 jaar? Bitcoin is natuurlijk ook gewoon geld, maar dan net even wat anders. Het is hetzelfde systeem. Het zou goed kunnen dat geld een andere betekenis krijgt, of een andere rol krijgt. Hè? Je zou kunnen denken aan een soort van... Kijk, het is natuurlijk een middel, maar je zou kunnen zeggen van het vertegenwoordigt een soort van praktische activiteit of een vaardigheid. Dat zo zie ik het een beetje meer veranderen. Dus wij zijn bijvoorbeeld bezig om informatie te verspreiden, zodat mensen meer bewust worden. En dat dat is de missie voor mij een beetje van, ik wil dat waar ik al jaren naar op zoek ben geweest, dat wil ik niet meer zo laten gebeuren. Ik wil dat als mensen zich meer bewust worden of meer informatie hierover willen vinden, over al dit soort thema's, dan moeten ze naar Radio Gletscher kunnen gaan, of naar één website, laat ik het zo zeggen. Dat is het platform waar wij aan werken. En dan moeten ze klip en klaar kunnen inlezen wat ze nodig hebben. En op het moment dat het er is,
Ja, dan is in ieder geval mijn rol eventjes gedaan. Ik wil dat het er is. Ik wil dat het mogelijk gemaakt wordt. Dat mensen zich goed kunnen informeren. En eerlijke informatie tot zich kunnen krijgen. En ook een keer een andere versie horen van de werkelijkheid. En daar zijn we druk mee bezig. En de mensen die kunnen ons steunen om dit mogelijk te maken. Maar de vraag die jij net stelde over geld. Ik denk dat geld nog wel blijft. Maar ik denk dat het een andere rol krijgt, zeg maar. Ja, en we horen ook graag de mening van de pioniers, hè? De mensen die hier naar luisteren. Iedereen die een visie heeft over van, we gaan daar naartoe met het geldsysteem of met de economie. Stuur even een mailtje en leg het gewoon even uit. Hoeft geen drie kantjes te zijn, maar het mag wel, als je daar heel veel van weet. En een heel goed idee hebt van, we gaan mensen dus in de toekomst op een andere manier belonen voor dingen die ze doen. Eigenlijk is alles wat iedereen doet eigenlijk gewoon goed, want iedereen doet wat hij leuk vindt, waar hij talent voor heeft en wordt daarvoor gewaardeerd op een of andere manier. Is dat dan met geld of met ja, ik wil het woord bijna niet noemen, maar is het met credits? Je kan natuurlijk allerlei systemen op loslaten die allemaal niet zo positief zijn. Ja. Maar wij horen ook graag de ideeën van onze luisteraars. Die kunnen we ook weer behandelen in de show, als Niels het goed vindt. Ja, nee, dus, uiteraard. Ik sta voor heel veel dingen open, maar ik moest net even denken aan het woord verdienmodel. En dat staat me een beetje tegen, want daar wordt vaak gezegd, hè, ja, maar ik begin een onderneming, dan heb ik een verdienmodel nodig. Wat is jouw verdienmodel? Nou, die heb ik niet. Want, wacht even, je lacht nou wel weer, hè. Maar iedereen verdient het om te doen waar hij in gelooft, wat hij leuk vindt, wat zijn passie ligt. Iedereen heeft het recht om dat te doen. Iedereen verdient dat. Dus ik heb helemaal geen model nodig. Ik doe gewoon wat ik wil. En dan komt vanzelf naar mij toe. We hadden het net over synchroniciteit. Als jij gewoon met de volle 1000% dingen doet waar je achter staat, dan komt het naar je toe. En dan hoef je niet eerst een model voor te ontwikkelen, want het is gewoon 3D. Passé. Ja, 3D gaat er heel erg vanuit dat je, we moeten een doelgroep hebben. We gaan eerst die doelgroep in kaart brengen. Dit zijn die mensen en die houden hiervan. En dan kunnen we een beetje de dingen tweaken, zodat we die mensen bereiken. En wij gaan eigenlijk andersom te werk. Namelijk mensen die in de 3D zitten, die willen wij eruit halen en interesseren voor andere onderwerpen en andere gezichtspunten. Dus we gaan net de andere kant op eigenlijk. Ja, we staan open voor nieuwe verhalen. En als je een leuke theorie hebt over de maanlanding, dan mag het ook besproken worden. Waarom niet? Of over andere dingen waar heel veel mensen nog achter moeten komen. Ik weet natuurlijk niet of dat allemaal klopt, hè. Ik bedoel, ik ben ook aan het onderzoeken. Ik vind het leuk om me te informeren. En ik zeg niet, snel dat het bullshit is. Het zou altijd anders kunnen zitten dan dat je dacht. We zijn open-minded. We zijn ietsje eerder klaar dan normaal, maar dat geeft ook helemaal niks. Volgende week zijn we er weer. We hebben best wel veel gasten op de lijst staan. Kunnen we even klappen wie de volgende week is? Is dat leuk? Of, als je dus vragen hebt aan de gast die we volgende week hebben. Als je denkt van, dat zou ik wel even willen weten. Kun je natuurlijk altijd in de chat zetten, maar je kunt ook een mailtje sturen van tevoren. En zien wij dat ook, als het goed is. Dus nu gaat Niels even bekendmaken wie dat is. Ik zit even te kijken of het inderdaad wel klopt. Ja, dat klopt ook. Dat is volgende week 25 januari. Volgende week hebben wij, 25 januari, hebben wij Eva van Zeeland. Die ook een eigen mediabedrijf heeft opgericht. Zij is ook Miss Natural op YouTube. Zij heeft heel veel video's, heel veel interviews gedaan ook voor de onafhankelijke pers in Nederland in het verleden. En ze heeft een eigen kanaal. Zoek er even op. Heel leuk. Inspirerende dame. Ze is ook met journalistiek bezig en spiritualiteit. En wij gaan haar volgende week even bevragen wat zij allemaal doet en wat ze graag wil. Misschien dat ze ook wel iets voor Radio Gletsje wil doen. Je weet het nooit. Dus een heel interessante dame om even
in gesprek te gaan. Ik kom eens niet meer uit mijn woorden. Hè? Het duurt al veel te lang weer. Erg, hè? Ja, op zaterdagochtend 11 uur hebben we natuurlijk de serie over de Kataren van Jan Verhaar. Zondagavond om 8 uur hebben we Patricia Mensink. Die gaat inderdaad in de mystieke geheimen op planeet Aarde. En dan zijn wij er weer op dinsdag. En wij zijn er in ieder geval op YouTube. Zo is het. 12 tot 2. En er komt ook nog een nieuw programma aan. Wel even leuk om te vermelden. Want dat soort nieuwtjes, die vertellen wij nu. Maar dat is straks dus niet meer. Hè? Daar moet je de nieuwsbrief voor hebben. Oh. Ja, want Dennis Nelissen, die hebben we ook een keer geïnterviewd. Die gaat bij ons een programma doen. Over eigenlijk de natuurlijke wetenschappen. Dus over numerologie. Over dat soort zaken. Ook veel wiskundige dingen. Dus het ontrafelen van de matrix, zou je kunnen zeggen. En er zijn heel veel occulte zaken, dus verborgen informatie die nu hij eigenlijk weer herontdekt heeft, en die gaat hij met ons delen. En daar maakt hij een radioprogramma voor, maar ook tegelijkertijd een visueel aspect zit eraan. Dus hij maakt ook een video erbij. En die video ondersteunt de informatie die je hoort in het radioprogramma. Dus dat wordt heel spannend. En dat, deze week stuurt hij het naar ons door, en we zullen waarschijnlijk volgende week zal het ergens ingepland worden. En het heet Logos, zijn programma. Ik heb ook een kort interviewtje met hem gedaan, samen met Patricia gisteren. En die heb ik op onze Facebook geplaatst. En die staat ook op mijn Spotify. Ook op mijn Twitter trouwens. Misschien dat zo met Twitter wel eventjes opnieuw kunnen delen. En daar wordt iets meer ingegaan op de nieuwe programma's van Patricia over de mystieke wereld. En het nieuwe programma van Dennis Nelissen over de occulte verborgen informatie die we eigenlijk weer mogen herontdekken. Dus tot zover. Ja, heel spannend allemaal. Dus we zijn flink in beweging. En op de achtergrond zijn er meer mensen die zich aanmelden voor programma's maken. En daar zijn we heel blij mee. Dus nogmaals, als je denkt van ik ken wel iemand die dat ook zou willen, of ik ben zelf iemand die dat kan, stuur even een mailtje naar info@radiogletscher.nl. En als je iemand kent die we moeten interviewen, want je denkt van die heeft zoveel informatie, die is zo wel bespraakt. En die heeft het precies over waar jullie het over willen hebben. Maar die hebben we nog nooit ergens gezien. Die wordt nooit ergens uitgenodigd. Stuur even een mailtje en een link. En dan gaan we er naar kijken. Zo is het. Marlijn, we gaan ermee stoppen. En ik wens iedereen een hele fijne dag. En vergeet niet te abonneren op het kanaal, want we hebben heel veel volgers nodig. Potverdorie.